ben gevraagd om deze workshop te geven. Omdat wij toch zagen dat heel veel ouders meekomen met hun kind naar de voorlichtingsdagen. En zelf ook natuurlijk met heel veel vragen zitten. En ja, nou ja, goed, ik moet nu al eigenlijk een jaar deze workshop tot, ja, mag wel zeggen, tevredenheid van de ouders. Ik mag geen gesloten vragen stellen. En hij moest zelf tot zijn beslissing komen. Ik moet daar niet dwangmatig opleggen en zo. Dat werkt niet bij haar. Ze moet zelf de vrijheid hebben eigenlijk. Dus het is altijd een discussie. Wat mij leuk lijkt aan een opleiding, dan heeft ze zoiets van, oh, dat ga ik zeker niet doen. Dus als ik te veel enthousiasme in ga leggen, dan gaat het niet goed. Ik heb geen flauw idee. Nee, ik geloof niet in ideale banen. Ik hoop dat ze gelukkig wordt. En wat ideale baan, ja, wat is de ideale baan? Dat zei je op de voorgangs toch? Dat is geen ideale baan volgens mij. Wat is de ideale baan? Je hobby. iets op organisatorisch vlak. Organisatiebureau of een eigen onderneming. Natuurlijk is dat veel heel verstandig als ik de keuze maak. Nee, dat is onzin. Nee, maar hij maakt de keuze. Het is zijn leven. En hij moet ermee verder. En hij moet er plezier in hebben. Nee. Nee, dat werkt niet. Ik kan ze wel een klein beetje in de richting sturen, maar ik kan niet alles voor haar bepalen. Dat gaat niet. Want ja, mijn keuzes zijn ook niet altijd even goed geweest. Dus dat moet zij ook leren.